Op 9 juni was het precies 40 jaar geleden dat het Natuurstudiecentrum en Museum Jan Vriens in Asten haar deuren opende. Voor het Klok- en Pilmuseum Asten was dat aanleiding voor een tentoonstelling in te richten over een van haar oprichters. Bij gelegenheid van deze mijlpaal opende het Klok- en Pilmuseum Asten op donderdag 5 september de tentoonstelling Jan Vriens, een bevlogen baanbreker. De openingshandeling werd verricht door oud-minister-president Dries van Agt. Een heel bijzonder woord van welkom aan, zo mag ik toch rustig zeggen, onze belangrijkste gast van vandaag. Voormalig minister-president Dries van Agt. Hij heeft dat heel geer gedaan. Dat was zo ongeveer het belangrijkste wat hij mij schreef en later ook telefonisch melden. En we zijn daarvoor bijzonder vervuld dat hij hier ons iets kon zeggen. Ik vind het geweldig om hier te mogen zijn. Bedankt, dierbare voorzitter en uw bestuur. En ik vind het ook magnifiek, ik hoor het net hier ten overstaan van de familie Vriends te staan. Want ik ga over Jan Vriends een aantal hele aardige dingen zeggen, uit het hart. Wij vieren nu de 40ste verjaardag van de opening van het Natuurstudiecentrum en Museum Jan Vriends. Het is daarom dat het Klok- en Peelmuseum in Asten, waarin dat museum is opgenomen, de bevlogen baanbreker Jan eert met een aan hem gewijde tentoonstelling. En ik ben verheugd daarover, ja dankbaar, dat ik ben uitgenodigd de opening daarvan te verrichten. Verheugd en dankbaar, waarom? Vooreerst heerlijk om weer eens een dagje terug te zijn in Brabant. Ja, Nijmegen hoort wel tot het bisdom Den Bosch, maar het is volgens de provinciegrenzen ben ik buitenlander. Maar Brabant, niet zomaar ergens in Brabant, in Asten. Maar de belangrijkste reden om gelukkig hier te zijn is Jan Vriends. Want die goede mens heeft mij in belangrijke mate, ook mij, gevormd. Door toedoen van Jan Vriends dat ik liefde heb opgevat voor de natuur. En daar is nadien een diepe bezorgdheid over het milieu bijgekomen. Aanslagen op het milieu in en buiten Nederland, daar nog meer. Het is maar goed dat Jan Vriends dit zelf niet meer in deze mate heeft hoeven meemaken. Makkers, het is hier voor de tweede maal dat ik hier een opening mag verrichten. En als in maart 81 hebt u mij uit het katshuis opgecommandeerd om de afdeling zoogdieren in het museum in te luiden. Ja, daar had u een merkwaardig zoogdier voor opgeroepen. Toen al was ik onder de indruk van wat ik hier zag, 81. Maar zowel voor als na de samenvoeging met het Nationaal Bijaardmuseum in 2007 is hier ongelooflijk veel gebeurd. In termen van vernieuwing en uitbreiding van het museumcomplex zijn hier onvoorstelbare prestaties verricht. En ik doel daarbij niet, maar wel mede, op de museumtuinen en deze magnifieke orangerie. En dan komt in april 2012 de opening van nieuwbouw van het dubbelmuseum door de koningin Beatrix. Nou, haar vader was hier al geweest, in 1975.
zei zelf, het wordt tijd dat de zoon ook gauw komt. Want dit museum verdient koninklijk bezoek. En u hebt de dappere ambitie om het groenste museum van het land te worden. En de provincie heeft u hiervoor al in juni een eretitel ter aanmoediging gegeven. Voorwaar, de gemeente Asten heeft alle reden om trots op u te zijn. En zal daarvan, zo mag je verwachten, ook duidelijk doen blijken. In het bijzonder eren wij vandaag Jan Vriens, oprichter van het museum, een leven lang pleitbezorger voor de natuur, waarover hij niet ophield te vertellen, zolang hem de adem hiervoor werd gegeven. Nu, vele jaren na zijn overlijden, vertelt hij nog steeds, voortaan, door de natuurpresentaties in dit museum. Ondertussen is het 40 jaar geleden dat het Natuurstudiecentrum Museum Jan Vriens de deuren opende. Dus hoog tijd om speciale aandacht aan deze bijzondere man te besteden die dat allemaal gerealiseerd heeft. Tentoonstelling geopend van Jan Vriens, de belangrijkste man van het museum. Ja, natuurlijk. Als je praat over degene die zo'n initiatief heeft genomen in 1973 om hier aan iets te beginnen. Wat we vandaag kunnen zien, wat heel veel mensen ook niet meer geweten hebben, wat het in die lange periode betekend heeft. Dat mag je inderdaad met recht zeggen, dat was de belangrijkste man voor dit museum. Samen natuurlijk met de oprichter van het alles wat met klokken bij haar te maken heeft, maar dat is vandaag even niet aan de orde. Het is vandaag gelukkig allemaal Jan Vriens. Als een bevlogen man, die kreeg zelfs mensen naar het museum in die voor hem kwamen. Nou, dat is het ook bijzondere. Straks zei in haar toelichtingstoespraak Jessie over de tentoonstelling dat hij niet bescheiden was. En ik denk ook, met alleen bescheidenheid, dan krijg je nooit zoveel dingen op de been en zoveel dingen gerealiseerd als wat Jan Vriens gedaan heeft. En dat het ook leidt tot een heel bijzonder aantrekkingskracht door het publiek en door de pers. Als je hier alleen al ziet wat wij hebben kunnen verzamelen aan artikelen uit die periode, dat is ongelooflijk. En brieven die we hebben gevonden, niet alleen van Dries van Acht, maar ook van Prins Bernhard. Hij had contact op het allerhoogste niveau. En wat ik heb gemerkt de laatste weken, ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar dat zoveel mensen, en ik hoor net dat jij ook nog les van hebt gehad. Ik kom allerlei mensen tegen die op een of andere manier wat met hem te maken hebben gehad. En dat maakt het zo bijzonder. Een tijdelijke tentoonstelling of is dat permanent? Nee, dit is een tijdelijke tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal lopen, heb ik gezegd, tot ergens medio januari. Meneer Van Acht, wat heeft Dries Van Acht met Jan Vriens? Een hele hoop. Jan Vriens heb ik leren kennen toen ik gymnasiast was in Eindhoven. En de leraar biologie, met een aantal enthousiastelingen, want dat was ik toen al voor de natuur, meenam naar Asten-Deurne. En om Jan Vriens te ontmoeten, en door hem zijn wij toen rondgeleid,
En toen is de liefde die er toch al was, tot een laaiend vuur opgevlamd. Ik ben er nog behoorlijk mee bezig, omdat ik me geweldige zorgen maak om over de bewoonbaarheid van de planeet Aarde na 3, 4, 5 generaties, als we zo doorgaan, die aarde uit te putten en te verwoesten. Allemaal dingen die Jan Vriends gelukkig niet meemaken, zei u straks. Dat zei ik zeker, want die mensen zouden er ontzettend onder geleden hebben. Hij moet het eerste begin daarvan hebben gezien, maar misschien met zeker optimisme gehoopt dat het zo'n vaart niet zou lopen. Nou, het loopt wel een hele gevaarlijke vaart. Voor mensen die Jan Vriends niet hebben gekend, was een hele bijzondere man. Ja, hij was een hele bijzondere man. Ja, dus biologieleraar is hij geweest. Hè. Heeft heel veel geschreven over natuur. Specialisatie vogels, maar hij wist eigenlijk overal van. Hij was zeer breed van belangstelling en vorming. Ik denk de leermeester van zeer vele mensen die aan hem hun eerste belangstelling voor en liefde tot de natuur te danken hebben. Ja, ik beschouw mij zeker als een leerling van, om niet te zeggen vormeling van, Jan Vriends. Ja, u heeft contacten gehad regelmatig met hem? U zag hem ook regelmatig? Nou, regelmatig niet. Want ja, functies, ik kreeg al zoveel druk, ik haalde zoveel over me heen. Ik ben 12 jaar minister geweest en dan ben je dag en nacht bezig. Maar enig contact is er nog even geweest, gelukkig, in de tijd dat ik... heel kort overigens, commissaris van de Koningin in Brabant werd, in 's-Hertogenbosch. En ik herinner me dat het laatste contact vanuit onze familie, dat mijn vrouw hem nog heeft opgezocht in het Sint-Josefhuis in Bakel. Dus er was wel contact. Het was hartelijk indien het plaatsvond, maar helaas niet vaak genoeg. Ik ben nu in Asten. Ik heb begrepen dat u back to the roots bent. Ja, dat is inderdaad zo. Mijn moeder is een Frenke. En haar grootvader is hier 60 jaar burgemeester geweest. En de vader van die grootvader, dus mijn moeders overgrootvader, is hier benoemd tot burgemeester in 1810... En daar hebben wij er nog in het Frans gestelde benoemingsakte van bewaard. En vandaar dat ik me vandaag voor het eerst hardop, maar eigenlijk van binnen altijd al, een Astenaar heb genoemd. Want daar ben ik.